is een mooie uitbreiding van het programma, omdat tot nu toe is het eigenlijk alleen de besturingen en de servoregelaars. Maar met SCARA heb je ook een stuk mechanica wat je eraan toe kan voegen. En ja, daarmee kan je hele projecten kan je aan. Dus alle losse assen die om de SCARA heen toegevoegd worden, die kan je in dezelfde motion controller en ook met dezelfde regelaars kan je daaraan toevoegen. En daardoor is alle informatie, dus positieinformatie, maar ook de status van de regelaars, is beschikbaar in de motion controller. En dat maakt het een heel krachtig geheel, wat je veel makkelijker kan programmeren dan een robot unit waar je van alles aanknoopt. En omdat het een trio robot is, is de robot ook geïntegreerd in de software. Dus je kan zo de parameters invullen en dan heb je een heel nauwkeurig systeem vanaf de oplevering al.